Ja, ja, Rob de Nijs heeft wat te vieren vandaag. Want hij maakt zo warm mee dat zijn zoon 12 jaar oud wordt. Nou, daar zag het vorig jaar april niet echt naar uit, moet ik zeggen. En ja, iedereen hield toen zijn hart vast. En dat was die actie van Jet. Van zet een kaars voor je raam vandaag, waar maximaal gehoor aan gegeven werd. En het helpt echt, zei zij. En het lijkt er ook op dat het geholpen heeft. Want Rob, ja, het is erg stil rond hem. Maar dat wil niet zeggen dat het heel erg slecht gaat of zo. Nee, hij zit heel tevreden thuis. Zijn wereld is erg klein geworden. Kijkt heel veel tegen. TV, heel veel. Nou, dit zijn opnamen van iets langer geleden, moet ik er wel bij zeggen. Maar wel, ja, kijkt heel veel tv, heel veel naar documentaires, waar hij eigenlijk nooit tijd voor gehad heeft, maar wat hem wel heel erg interesseert. De man heeft een ongelofelijke belangstelling voor van alles en nog wat, van de oorlog, kunst, musea, reisreportages, ook al zit er dat voor hemzelf niet meer in. Maar zo ziet hij de wereld toch aan zich voorbij trekken. En dan wordt ineens ook nog eens je zoon 12, en dat is natuurlijk vandaag groots gevierd. Binnen de familie wel, met zijn broer kwam, zijn oudste broer. En de familie was er en iedereen helemaal blij. En jullie is blij. En van de week was hij al met een vriendinnetje naar de film, begreep ik. Dus het is een echte De Nijs. Zo? Niet meer aan te twijfelen. En ja, zo leeft de familie een heel ander leven dan een paar jaar geleden. Maar wel tevreden en erg blij dat, mooi dat te horen. Rob er nog is. En dat had toch niet iedereen gedacht. En daar is iedereen heel erg dankbaar voor. Volgend jaar komt die musical over Rob de Nijs. Is daar iets meer over bekend al? Ja, het schijnt wel zo te zijn dat het script zo langzamerhand af is. En dan begint het casten. En dan gaan ze kijken, ja, vind maar zo'n Rob de Nijs. Dan zou je ook nog een talentenjacht voor op tv kunnen organiseren natuurlijk. Of het moet zijn dat ze voor een bekende naam gaan. Maar ik zie niet 1, 2, 3 een iemand die, nou, dat is Rob de Nijs of zo. Dat zie ik niet. Maar ja, die kun je er wel van maken. En het wordt hartstikke spannend. Volgend jaar moet hij in première gaan. Daar hoopt hij natuurlijk zelf ook nog bij te zijn. En ja, of dat gaat lukken, dat weet ik niet. De audities die zijn vanaf september. En daar wil Rob zich wel mee bemoeien. Of hij er echt bij is, lijfelijk. Of dat via Facebook of FaceTime gaat volgen. Dat zal in september wel blijken. Maar ja, de productie komt eraan. En wordt spectaculair. Ja, en we hebben Joop van den Ende hebben gesproken bij de hospita toen, bij de musical. En hij vertelt iets meer over. Nou, dat is een enorme verrassing. Toen ik eraan begon, en ik ben opgegroeid met Rob, ze is even oud. Ik ben nog 2 jaar zijn manager geweest. Dus ik dacht dat ik veel wist van Rob. Maar dat wist ik, bleek toch heel veel bijzondere kant aan Rob te zitten. Hij is, laat zeggen, de enige echte mannelijke artiest die het chanson in Nederland groot gemaakt heeft. Zijn kwaliteit van zijn werk, maar zijn liefdesleven, zijn affaires, zijn tijdsbeeld. Hè. Weer omhoog, weer naar beneden, weer omhoog, naar beneden. Dus dramaturgisch geeft dat ontzettend veel mogelijkheden. Ja, we waren al wild aan het speculeren wie eventueel, maar we weten het niet, hè? Maar ik weet het graag, niet. Ik zou het heel graag willen weten. Puntje van de stoel. Ja, als er spionnen zijn, let me know. Ja.